Dames en heren, heel hartelijk welkom bij de 38e editie van de Van der Leeuw-lezing. Een editie die zonder meer uitzonderlijk en onvergetelijk zal worden. In de afgelopen 37 jaar zat de Martinikerk altijd bomvol. 1200 mensen uit het hele land kwamen naar Groningen om hier naar de Van der Leeuw-lezing te luisteren. Dit jaar is de kerk leeg. Er is geen publiek, er is geen applaus, geen bemoedigende en aandachtige blikken voor onze sprekers. En toch waren ze bereid om vandaag te komen, om de Van der Leeuw-lezing toch door te laten gaan. Als een teken dat niet alles stilvalt door corona. Als een teken dat we nog steeds elkaars blik op de wereld kunnen verruimen, ook al bevinden we ons niet in dezelfde ruimte. Het is dan ook niet deze lege kerk die deze Van der Leeuw-lezing zo onvergetelijk zal maken. Dat zijn uiteraard onze sprekers. Daarom wil ik allereerst een heel hartelijk welkom aan onze hoofdspreker van vandaag, schrijfster Marion Bloem, en de Denker des Vaderlands, Daan Rovers. Het bestuur van de Van der Leeuw-lezing is ontzettend trots en vereerd en vooral ook dankbaar dat jullie hier vandaag aanwezig willen zijn, ondanks de turbulente en onzekere tijden, ook in jullie persoonlijk leven. Voor ik jullie en de lezing introduceer, wil ik heel graag nog een paar andere mensen welkom heten. Dat wil zeggen, welkom heten in het virtuele universum van de lezing. Want dit jaar zal de lezing voor het eerst via een livestream te volgen zijn. En via die weg zou ik graag een paar mensen willen welkom heten. Allereerst de familie Van der Leeuw voor hun steun aan de stichting en de niet aflatende interesse in onze lezing. En ook zou deze lezing niet mogelijk zijn zonder de steun van de stad en de provincie Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanze Hogeschool, het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Volkskrant, Boekhandel van der Velde, de Stichting Martinikerk, Studium Generale en uiteraard de donateurs van onze stichting. En een heel speciaal bedankje aan congresbureau van Jitte Jaarsma, die onder de constant veranderende omstandigheden deze lezing wederom perfect heeft georganiseerd. Al zijn we allemaal op afstand, we voelen jullie betrokkenheid. Voor we met de lezing beginnen, een paar kleine mededelingen. Deze lezing wordt gestreamd vandaag, dus we hopen dat heel veel mensen in dat virtuele universum vandaag bij ons zijn om te luisteren. Maar mocht dat nou niet lukken, dan wordt deze lezing ook opgenomen en is vanaf volgende week terug te kijken en luisteren op onze website vanderleeuwlezing.nl. De lezing van Marion Bloem zal dit weekend ook terug te lezen zijn op de website van de Volkskrant. En de lezing van Daan Rovers zal later in deze maand ook verschijnen in de Volkskrant. Dus kunt u het ook nog eens keer op uw gemak teruglezen. Na de lezing van Marion Bloem zal er nog een kort muzikaal intermezzo zijn van dezelfde muzikanten die u net ook hoorde, Kirill Dumchenko en Maria Kostjakova. Heel veel dank al voor jullie mooie bijdrage. En na dat muzikale intermezzo zal Daan Rovers het woord nemen en haar licht laten schijnen op het thema onzekere tijden. Nou, normaal gesproken zou ik nu zeggen dat ik iedereen op het hart wil drukken om vooral hun mobiele telefoon uit te zetten. Dat is dan een voordeel van een lege kerk. Dat is hopelijk niet nodig. Maar niettemin, een paar mensen die er zijn, graag toch jullie mobiele telefoon uit. Onvergetelijk. Dat gaat deze 38e Van der Leeuw-lezing zeker worden. Ik zei het al. Als bestuur zijn we heel trots dat Marion juist dit jaar bereid was om de lezing te verzorgen. Marion Bloem is een vrouw van veel talenten. Ze publiceerde tientallen boeken, schreef poëzie en scenario's. Ze regisseerde verschillende films en is beeldend kunstenaar. En dan laat ik nog heel erg veel onbenoemd. In 1983 brak ze door met haar debuutroman Geen gewoon Indisch meisje. En met de documentaire Het land van mijn ouders. Als eerste thematiseerde zij de problemen die de tweede generatie Indische Nederlanders ervoeren.
De generatie die in Nederland was geboren en voor wie de Indische cultuur en het koloniale verleden van hun ouders een grote rol speelden, maar waarvoor in Nederland maar weinig begrip was. Voor haar werk werd ze meerdere keren onderscheiden, onder meer met de E. du Buron-prijs voor haar hele oeuvre. Begin dit jaar verscheen haar boek Indo. Een indrukwekkend boek waarin ze op persoonlijke wijze laat zien dat de Nederlandse koloniale geschiedenis niet tot het verleden behoort. Vandaag zal ze een lezing geven met de titel Identiteit, vrijheid en herdenken in tijden van onzekerheid. Waarin Marion ook haar persoonlijke familiegeschiedenis, haar persoonlijke verhaal verweeft met de bevrijding van Nederlands-Indië en de daarop volgende onafhankelijkheidsstrijd. Maar ze plaatst dit verhaal in een nog breder, actueler verband. Want nog altijd beïnvloeden sporen uit de koloniale periode ons collectieve bewustzijn. Gelukkig is er volgens Marion een manier om ons van die sporen te ontdoen. Marion, ik wil je heel graag uitnodigen om de 38e van de Leeuwlezing te geven. Dankjewel, Eva. Identiteit, vrijheid en herdenken in onzekere tijden. Het jaar waarin 75 jaar vrijheid in Nederland groots gevierd zou worden, zou voor mij extra druk worden. Maar voordat de lente begon, pakte het heel anders uit. Op 3 maart 2020 werd mijn boek Indo, een persoonlijke geschiedenis over identiteit, gepresenteerd. De inhoud, bedoeld als aanvulling op het Nederlands collectief geheugen, sluit aan op het thema 75 jaar vrijheid. Mijn 2020 agenda stond daarom bol met kleine en grote lezingen her en der in het land die vooral over identiteit en 75 jaar vrijheid zouden gaan. Voor het eerst sinds 1945 zou er bij de geplande herdenkingen veel aandacht zijn voor de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. En dat mocht ook wel. Want de eerste generatie Indische Nederlanders voelde zich met betrekking tot hun oorlogservaringen veelal miskend. De meeste Nederlanders weten nog steeds niet waarom tussen 1945 en 1965 ruim 300.000 Indische Nederlanders naar Nederland zijn gevlucht. En inmiddels zijn er ongeveer 1,2 miljoen Indische Nederlanders, als we ze nog zo willen blijven noemen, in ons land. Tot mijn verwondering leek de nadruk bij de herdenkingen vooral te liggen op 15 augustus 1945 als bevrijdingsdag voor Indische Nederlanders. De dag waarop de Japanse keizer zich na de bom op Hiroshima gewonnen gaf. Maar 2 dagen erna, op 17 augustus 1945, riep Sukarno als eerste Indonesische president, voor de Tweede Wereldoorlog meermalen door de Nederlanders gevangen gezet vanwege zijn nationalistische vrijheidsidealen, de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië uit. Japan had als Aziatische overheerser aangetoond dat de witte Hollanders, die de lokale bevolking al 300 jaar onderdrukten, niet onoverwinnelijk waren. In korte tijd hadden ze Indonesische pubers geleerd om niet langer te buigen voor de kaaskoppen uit Nederland, maar ze met bamboespiezen te lijf te gaan. Nationalistische jongeren gingen na de Japanse capitulatie meteen de straat op om Indische Nederlanders die de oorlog buiten de kampen hadden doorgebracht te laten weten dat Nederlanders niet langer welkom waren. Er werden Nederlandse gezinnen vermoord. Vooral jonge mannen van gemengde afkomst moesten het ontgelden. Die angstige periode, die voortduurde tot na de officiële overdracht van het land aan de Indonesiërs op 27 december 1949, werd door de Indische Nederlander de Bersiap genoemd. In Indonesië wordt die periode agressie militair Belanda, Nederlands militair geweld, genoemd. Er was geen vrijheid op 15 augustus 1945. Integendeel, het werd voor Indische Nederlanders angstiger dan voorheen. Nadat er witte duiven waren losgelaten als bewijs van vrede, negeerde mijn moeder het advies van de Japanse bewakers om het interneringskamp niet te verlaten.
Nog maar net 16 jaar oud wilde ze naar haar tante toe, die de bezettingsjaren buiten het kamp had doorgebracht. Maar in de straat van haar tante was er die nacht een Nederlands-Indisch gezin in mootjes gehakt. Op een geleende fiets zonder banden haastte mijn moeder zich terug naar het kamp. Onderweg werd ze, ja, herkenbaar als een Nederlands-Indisch meisje, door met bamboespiesen gewapende Javaanse jongeren tegengehouden. Als Australische militairen mijn moeder niet gered hadden, was ze door deze rampokkers, zo werden ze door de Nederlander genoemd, vermoord. Zoals mijn moeder het formuleerde, tijdens de Japanse bezetting waren de regels duidelijk. Je moest de Jap gehoorzamen of je kreeg klappen. Maar tijdens de Bersiap moest je constant op je hoede zijn, want je wist niet wie en waar de vijand was. Men had in Nederland geen idee hoe de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië was geweest. En er was nog minder bekend over de Bersiap-tijd, de Indonesische revolutie. De generatie van mijn ouders voelde zich daardoor in Nederland niet begrepen. Indische mensen met een donkere huidskleur werden doorgaans door de witte bevolking in Nederland als Indonesiërs beschouwd. Terwijl zij juist naar Nederland gevlucht waren omdat ze geen Indonesiërs waren. Ze waren trots op hun Europese familienaam en hun Nederlandse identiteit. Na de Japanse bezetting hadden de KNIL-militairen geen bezwaar gemaakt toen hun soldij voor hun verblijf in Japanse krijgsgevangenkampen niet werd uitgekeerd. Bij terugkeer uit de kampen betaalden ze zelfs braaf voor hun eigen militair uniform en melden zich gehoorzaam aan om zich in te zetten voor orde en rust in hun geboorteland. 4 jaar later, toen Nederland door internationale druk gedwongen werd de kolonie op te geven, werd er door de Nederlandse officieren gepraat als brugman om te proberen de Nederlands-Indische militairen met de laagste rangen ervan te weerhouden naar Nederland te vluchten. Maar de haat juist tegen hen, die militairen van de frontlinie, vanwege hun trouw aan de Nederlandse vlag, was zo groot dat ze in hun geboorteland niet meer veilig waren. Een man in Nederland moest een hogere Nederlands-Indische ambtenaren met veel lagere posities genoegen nemen dan hun functie in Nederlands-Indië. En Indische Nederlanders met een toch al laag loon en diploma's die in Nederland hun geldigheid verloren, zaten jarenlang met hoge schulden bij het Rijk in ruil voor eten, kleding en meubels die ze niet zelf hadden mogen uitkiezen. Ik was 10 jaar oud toen ik op weg naar school bij een Indische familie hun meubels zag worden ingeladen in een vrachtwagen. Het was geen verhuizing. De Indische dame huilde en smeekte vergeefs of ze een deel mocht behouden. Mijn vader, die erachter kwam dat ik soms op de pof voor mijn moeder boodschappen deed, had onze kruidenier gezegd dat hij niks meer op rekening mocht leveren. Ik schaam me dood, huilde mijn moeder. En mijn vader antwoordde, je moet je pas echt schamen als ze op een dag ook bij ons de meubels komen weghalen. Ogenschijnlijk geheel aangepast, met hun trauma's in hutkoffers op zolder, eiste de eerste generatie Indische Nederlanders van hun kinderen om zich aan te passen aan Nederland. De keuze om het geboorteland te verlaten was vooral omwille van de toekomst van hun kinderen geweest. Over hun geleden leed spraken ze nauwelijks. Bovendien zaten hun kinderen, in hun ijver om erbij te horen, niet te wachten op verhalen over vroeger. En wat de kinderen op school leerden, sloot meestal niet aan bij wat thuis in mondjesmaat werd verteld. Indische Nederlanders hadden in Nederlands-Indië, zonder het zelf goed te beseffen, met schaamte over hun gemengde afkomst geleefd. Als je in Nederlands-Indië in een kazerne geboren was, was dat een schande. Ook als je een kleinkind of een kind van een zogenoemd kazernekind was, kon je dat maar beter geheim houden. Dus hoewel de meeste Indische Nederlanders, zoals mijn oma, voortkomen uit een relatie tussen een arm Indonesisch meisje en een Europese militair van lage rang, werd er als vanzelfsprekend gezwegen over die afkomst.
De koloniale samenleving was er een van rangen en standen. De kleine, bevoorrechte groep witte Europeanen met de grootste privileges keken niet alleen neer op mensen met een niet-witte huid, maar ze keken ook neer op de geronselde militairen uit alle delen van Europa, Azië en Afrika. Alsof ze niet wilden weten dat deze militairen hun leven gaven voor het behoud van hun tropische luxe leventje. Ze konden zichzelf wijsmaken dat de vele koloniale expedities, eufemismen voor oorlogen, gehouden werden voor het vullen van de Nederlandse schatkist en niet tevens om ervoor te zorgen dat zij zich op de veranda van hun grote woningen in een tropisch nirwana konden wanen. De witte dames in hun witte, smetteloze kleding omringd door buigende bedienders waren blind voor de erbarmelijke omstandigheden waaronder die geronselde militairen leefden. En velen negeerden het gestaag groeiende deel van de Nederlands-Indische bevolking dat niet wit was zoals zij en evenmin bij de lokale bevolking hoorde. Zoals ze ook vanzelfsprekend hun adem inhielden wanneer ze in een open rijtuig, wuivend met de waaier, een vuilnisplaats passeerden. Wanneer je je in de koloniale samenleving wilde opwerken, moest je zo wit mogelijk zijn. Of je anders op zijn minst zo wit mogelijk gedragen. Je moest je gemengde achtergrond verloochenen. Voor Indische Nederlanders zat er niets anders op dan zich te richten naar wat die koloniale samenleving van hen eiste. Eenmaal uit het moeras omhoog geklommen, keken ze zelf neer op de groep die nog in de modder rondspartelde. Schaamte over een tijdperk waarin 12, 13, 14-jarige dochters van arme Javaanse boeren naar de kazernes in Aceh op Sumatra werden verscheept om daar als slavinnen aan Europese militairen te worden aangeboden, maakt dat er over deze vorm van slavernij, die ook ver na de afschaffing van de slavernij plaatsvond, niet werd gesproken of geschreven. Door die schaamte weten veel Indische mensen van mijn generatie weinig of niets van hun afkomst. Er werd hen vaak voorgehouden dat hun Javaanse oma of overgrootmoeder een prinses van de kraton van Solo of Djokja was, of simpelweg een prinses. Ook mijn opa zei dat er in zijn stamboom een prinses zat. Maar echte Javaanse prinsessen die binnen de muren van de kraton opgroeiden, hadden geen reden om hun veilige paleis te verlaten. Die beschermde prinsessen genoten privileges die arme boerendochters niet hadden. Mochten die prinsessen voor de Tweede Wereldoorlog nog niet hebben geweten van de koloniale legers op ver afgelegen eilanden die de vorsten en volkeren al daar dwongen zich te onderwerpen aan Nederland, tijdens de Japanse bezetting kregen ze vaak wel inzicht in die koloniale praktijken. De kolonie Nederlands-Indië was gebaseerd op een verdeel-heerscultuur, waarbij gebruik werd gemaakt van het evenoud Javaans feodalisme. Met hulp van de Javaanse adel konden Javaanse boeren gedwongen worden te verbouwen wat de koloniale overheid hen opdroeg. Arme boeren konden hun te hoge belastingsschuld deels aflossen door hun jonge dochters aan de schuldeisers af te staan. Vanwege de lege schatkist was Nederland na de bevrijding van Duitsland in 1945 niet van plan om Nederlands-Indië op te geven, maar nu kreeg het geen steun meer van alle Javaanse vorsten. Nederland begon daar in de gordel van Smaragd met valse beloften, eufemistisch taalgebruik, politieke vaagheid en tegenstrijdige boodschappen, een andere oorlog. Nederlands-Indische en Molukse militairen, evenals mannen van de lokale bevolking met een andere culturele achtergrond, zowel als jonge Nederlandse mannen die zo kort na de bevrijding van Duitsland onder de wapenen werden geroepen en nog nauwelijks van hun vrijheid hadden kunnen proeven, werden door de Nederlandse overheid een koloniale oorlog ingestuurd die, dat had Nederland toch moeten leren van de Duitse bezetting, Nederland niet had moeten, niet had kunnen en niet had mogen willen winnen. Ik vond en vind het om die reden ongepast om 15 augustus 2020 als datum te nemen om 75 jaar vrijheid te vieren.
omdat ik wilde weten hoe het is om een koloniale oorlog ingestuurd te worden en dan te ontdekken dat je aan die oorlog niet wil deelnemen, maakte ik in 1984 de documentaire Wij komen als vrienden. Een film over deserteurs die tussen 1945 en 1949 om uiteenlopende redenen en op verschillende tijdstippen uit het Nederlandse leger stapten. Een van de deserteurs in deze film is Piet van Staveren. Hij had tijdens de Duitse bezetting in het verzet gezeten. Toen hij na de bevrijding werd opgeroepen om naar Indië te gaan, weigerde hij principieel. Ze dreigden hem naar de gevangenis te sturen waar ex-NSB'ers en ex-SS'ers gevangen zaten. Die gevangenen konden hun straf overigens kwijtgescholden krijgen als ze bereid waren te vechten voor het behoud van de kolonie. Zo vond ik in 1984 in Bandung een Nederlander die tijdens de Duitse bezetting de treinen met Joden had gereden. De verzetsheld Piet van Staveren kwam in 1946 als dienstplichtige alsnog in de Onafhankelijke Republiek terecht en liep daar meteen over naar de andere kant zonder ooit een wapen in zijn handen te nemen. Na de overdracht in december 1949 werd hij als deserteur 7 jaar lang in de Groningse gevangenis opgesloten tussen mannen tegen wie hij tijdens de Duitse bezetting had gestreden. Over het vieren van 75 jaar schijnvrijheid had ik al dus mijn twijfels. Maar de noodzaak van het herdenken van en het stilstaan bij de slachtoffers die mede door onszelf zijn gemaakt, dat belang zag en zie ik natuurlijk wel. Wij, Europese ontdekkingsreizigers, handelsreizigers, overheden, koloniale regimes, konden overheersen, uitroeien, slaven maken, omdat we mensen van een ander ras niet als gelijkwaardige mensen beschouwden. Ik gebruik in het verband met die structurele en geïnstitutionaliseerde ongelijkheid in mijn boek Indo de term trapjesdenken. Een begrip dat ik in gedachten nam toen ik op de middelbare school zat en me bewust werd dat ik voor een deel via mijn ouders, voor een deel via het onderwijs en voor een deel zelfbescherming mensen op een andere trap treden zag staan dan mijzelf. Velen op dezelfde treden, maar sommigen lager, sommigen hoger. En dat er op het trapje in mijn hoofd verplaatsingen mogelijk waren als ik daar mijn best voor deed. De plaats die ik gevoelsmatig meekreeg, strookte niet altijd met die van de volwassenen uit mijn grote familie of met die van volwassenen in de buitenwereld. Soms evenmin met mijn klasgenoten. Mijn oma, opa, mijn ooms en tantes konden in geuren en kleuren vertellen over hoe zij in hun prille jeugd al leerden dat ze minder waren dan de koloniale witte bovenlaag. En daarom nu eenmaal minder kansen hadden en altijd minstens 2 keer zo hard moesten werken om dan nog niet eens hetzelfde te bereiken. Mijn opa adviseerde mij om ook dubbel hard mijn best te doen omdat ik een bruintje was. Ik leerde van mijn familie over institutioneel racisme zonder dat het fenomeen werd benoemd. Doordat ik me al op jonge leeftijd bewust werd van structureel racisme, las ik de op school verplichte koloniale literatuur al met enige vrevel. En het verbaast me dat er na zoveel jaren nog altijd auteurs zijn die met nostalgie schrijven over de koloniale tijd van hun ouders en grootouders en daarbij beelden oproepen van tropische bloemrijke veranda's met jonge bruine gespierde tuinmannen en gehoorzame Javaanse schonen. Als schrijver weet ik hoe heerlijk het is om je te verplaatsen in die koloniale tijd, waar je nooit zelf de was hoeft te doen en niet zelf koken. De hele dag naar muziek luisteren en boeken lezen, of liever nog die boeken zelf schrijven. Een heerlijke portie bami voor een habbekrats bij de straatverkoper die neerhukt bij de onderste treden van je bordes. De masseuse aan huis die voor dat zweterige uurtje minder betaald krijgt dan de prijs van een portie gado gado in het sobere eethuisje om de hoek. Het paradijs dat zou hebben bestaan, maar ten koste van wie en wat? Hoe kun je nostalgisch schrijven over het koloniale leven en verzwijgen dat dit gewaande paradijs voor enkelen gewaarborgd werd, dankzij overheersing, slavernij, onderdrukking, geweld, mensenhandel, ongelijkwaardigheid,
discriminatie, honger. De koloniale geschiedenis is niet iets van de verleden tijd. Deze is als onderdeel van de Nederlandse geschiedenis nog altijd voelbaar in onze huidige tijd. En het is de hoogste tijd voor decolonisatie van Nederland. Het Nederlandse heden draagt nog de sporen van die koloniale periode en meer dan de gemiddelde Nederlander zich wil realiseren. Er zijn er die in elk detail een spoor van kolonialisme en racisme herkennen. En er zijn er velen die prefereren daarvoor blind te blijven. Het begrip postkolonialisme suggereert dat het achter ons ligt. De sporen ervan liggen echter in het gedrag van mensen, in de politiek en in uitspraken van politici. Kortom, in ons collectief bewustzijn, onderbewustzijn. En we kunnen ons er alleen van ontdoen door ons van die sporen bewust te worden. Het neerkijken op een ander impliceert dat je het niet zo nauw neemt met wat die ander overkomt. En dat je ook geen rekening wenst te houden met gevoelens van die ander. Dat je van het bestaan van diens gevoelens liever niet op de hoogte bent. En dat je baalt dat je het bestaan van die ander als je medemens helaas niet kan ontkennen. Waarom leerden wij zo weinig van de Duitse en Japanse bezetting over onze eigen neiging om andere volkeren de baas te willen zijn? Waarom was er een heftige onafhankelijkheidsstrijd nodig voordat wij konden inzien dat wij geen recht hadden op een Nederlands-Indië? Of vond de Nederlander stiekem eigenlijk nog altijd dat hij wel recht had op die kolonie en duurde het daardoor zo lang? En is het nog altijd zo dat er zoveel uit die tijd in archieven gesloten is gebleven en onder het rood-wit-blauwe tafelkleed is weggeveegd? Wij, daarmee bedoel ik ieder mens, torsen de traumatische ervaringen van onze ouders en grootouders als een rugzakje op onze schouders mee. Onze meningen, gevoelens, bezorgdheid, boosheid, frustraties en vreugdes hebben meer met dat rugzakje te maken dan we willen beseffen. Al kunnen we in onze moderne westerse samenleving meer racisme en racistisch gedrag aanwijzen van wit ten opzichte van zwart, we maken onszelf allemaal schuldig aan trapjesdenken. Niet alle ongerechtigheden in de wereldgeschiedenis en in de wereld zijn terug te brengen op racisme, maar mijns inziens wel voor een groot deel op trapjesdenken. Trapjesdenken is nooit twijfelen aan je privileges en op welke basis je die hebt verkregen. Het is ervan uitgaan dat je je status quo zonder meer verdient. Terwijl het door maatschappelijke omstandigheden van je ouders, wellicht grootouders en door de kleur van je huid is bereikt. Je trapjesdenken loslaat is onder andere inzien dat anderen met een niet zo rooskleurige status quo misschien net zoveel of als of meer talenten hadden dan jij. Maar alleen een andere huidskleur hebben of tot een andere cultuur behoren of toevallig in een land opgroeiden waaruit ze om een of andere reden hebben moeten vluchten om elders een menswaardiger bestaan te kunnen leiden. Mijn eigen bewustwording begon ergens in 1962 op de lagere school, toen ik naar voren gehaald werd als voorbeeld van het Aziatische ras. Ik was enerzijds een beetje trots om me toch ergens bij te horen, want dat ik niet bij het witte ras hoorde was me op jongere leeftijd al door mijn leeftijdgenoten of door hun ouders op pijnlijke wijze duidelijk gemaakt. Maar ik voelde me tegelijk vernederd door de eigenschap lui die deze onderwijzer het Javaanse ras toeschreef. Toen ik er thuis over vertelde, kreeg ik van mijn ouders de opdracht om de onderwijzer uit te leggen dat hij zijn eigen geschiedenis niet kende. Ik was geen Javaanse. En ik was niet van het Aziatische ras. Ik was vermengd. Ik was zowel Europees als Aziatisch. En daar moest ik trots op zijn. Ik ervoer die verongelijkheid van mijn ouders alsof het Aziatische ras minder was dan het blanke ras. Waar volgens mijn onderwijzer bijna de gehele Nederlandse bevolking overigens zou toebehoren. Alle kleine en grote ervaringen uit mijn jeugd droegen bij om op de middelbare school als enige leerling de geschiedenisleraar die de apartheid in Zuid-Afrika verdedigde tegen te spreken. In die middelbare schoolperiode werd ik getreiterd door een groepje hockeyjongens omdat ik hun populaire aanvoerder had afgewezen.
Ik merkte dat deze witte jongens op mijn afwijzing anders reageerden dan op die van mijn witte vrouwelijke klasgenoten. En ik schreef Black Power op mijn agenda en mijn schooltas. Ik identificeerde me met Angela Davis. In de zomervakantie knipte ik mijn lange, steile haar af en zette er een stevige permanent in om met een grote kroeskop mijn solidariteit te tonen met zwarten in de Verenigde Staten in hun strijd om gelijke rechten. Ook trachtte ik daarmee, in mijn groeiend besef van ongelijkheid in de Nederlandse samenleving, mijn loyaliteit naar Molukse groeperingen vorm te geven. Mijn kapselwijziging droeg helaas niets bij aan de politieke strijd van zwarten in andere delen van de wereld. Evenmin aan het bewustzijn van mijn medescholieren. Wat ik vooral merkte was dat ik als lifter niet meer zo snel werd meegenomen als voorheen en in het zwembad werd ik minder vaak lastiggevallen. Zo ik het niet al was, werd ik een eenling en ik werd op school eenzamer dan ik al was. Mijn 2020 zou geheel in het teken hebben gestaan van het tot nog toe nog veel te onzichtbare, onbekende, zwarte deel van de koloniale geschiedenis. Als COVID-19 dat halverwege maart niet drastisch veranderde. De overheid kwam met de eerste coronamaatregelen. De anderhalve meter afstand werd ingevoerd en verpleeghuizen werden gesloten. Ik wist niet of ik mijn moeder nog wel in haar huurhuisje mocht bezoeken. Zij had wekelijks rond de 20 verzorgers over de vloer. De een bleef 3 tot 4 uur en de andere slechts 3 of 4 minuutjes. Volgens de officiële regels moest ik bij haar wegblijven. Maar mijn 90-jarige moeder met Alzheimer zou er niets van begrijpen als ik mij niet meer zou laten zien. Ik was niet bang om zelf besmet te raken met het coronavirus, maar mijn man moest niet bovenop zijn prostaatkanker ook nog eens coronavirus moeten verslaan. En mijn moeder, die in een paar weken erg verzwakte en voor wie ik al 7 jaar de mantelzorg deed, zou een coronabesmetting beslist niet overleven. Een paar verzorgers durfden niet meer te komen uit angst voor corona. Ik negeerde mijn bezorgdheid om mijn echtgenoot en was dagelijks bij mijn moeder. Mijn moeder stierf op 1 april 2020 in mijn armen. Niet aan COVID-19, maar omdat ze van de ene op de andere dag eten en drinken weigerde en in het Indonesisch meedeelde dat ze van hier weg wilde. Terug naar de oorsprong. Alles wat mijn ouders in de jaren sinds hun aankomst per boot in Rotterdam op 24 december 1950 hadden verzameld, hadden ze in hun huurhuis bewaard. Terwijl ik dag in dag uit bezig was met de administratieve en praktische klussen aangaande het overlijden van mijn moeder, krap 3 jaar nadat ik mijn zus al had verloren, kwam via de mail afzegging na afzegging binnen. Lezingen, evenementen, herdenkingen, waarvan sommige al 2 jaar eerder waren vastgelegd, zouden niet doorgaan vanwege de coronavirus. Coronacrisis. Alles werd ofwel uitgesteld tot nader te bepalen datum of definitief afgelast. Het drong niet tot mij door. Ik was niet verdrietig. Misschien was ik zelfs enigszins opgelucht. Enerzijds omdat mijn moeder er zelf voor had gekozen om deze wereld te verlaten. Anderzijds omdat ik even werd ontslagen van mijn werkplicht. Mijn broers, die sinds hun afstuderen in het buitenland wonen, konden vanwege de coronacrisis niet overkomen. Met maximum 12 familieleden namen we op de parkeerplaats van het crematorium afscheid van de kist, zonder eerbetoon aan deze moedige vrouw die haar hele leven ten dienste had gesteld van haar kinderen. Vanwege de coronamaatregelen moest ik het ouderlijk huis in mijn eentje leegruimen. Het waren de heetste dagen en de ventilatiemogelijkheden in dat huurhuis, dat in de jaren 50 in verband met de woningnood haastig met honderden anderen uit de grond was gestampt, waren nihil. Elke kamer had meerdere kasten tegen elkaar aangeschoven en er was nauwelijks loopruimte. Zodra het me lukte een kast of een lade te openen, viel de inhoud eruit. Soms gooide ik wat ik tegenkwam, zonder het te bekijken, in een container. Maar het kwam ook voor dat ik urenlang geboeid in vakantiedagboeken van mijn moeder zat te lezen, schriftjes die ze me destijds wel had laten zien, maar waar ik toen geen tijd voor had kunnen maken. Sorry, mama. In die waanzinnige hoeveelheid papieren stuitte ik op een getypte brief gedateerd op 31 december 1963. Hij kwam van het ministerie van Maatschappelijk Werk. Linksbovenin stond in kleine lettertjes:
steeds één zaak in een brief behandelen. Het onderwerp was buiten in vorderingstelling meubelvoorschot. De inhoud van de brief begreep ik niet meteen. Zou mijn vader, aan wie de brief gericht was en die eenvoudig Nederlands sprak, de brief wel hebben begrepen? Of zou die ermee naar kennissen zijn gegaan die beter thuis waren in ambtelijke taal? Vanaf januari 1953 was een maandelijks geld van zijn loon afgehouden vanwege een meubelvoorschot van het Rijk. Na de laatste aflossing in de maand januari van 1964 zou die voor die niet zelf uitgekozen meubels nog altijd 878 gulden schuldig zijn. En deze schuld zou na de laatste betaling van januari 1964 niet meer nodig zijn, tenzij hij op een of andere wijze ooit nog overheidsuitkeringen zou ontvangen. Want dan werd daarvan alsnog die 878 gulden afgetrokken. Terwijl ik tussen vele dozen met papier om mij heen op een versleten vloerbedekking over de inhoud van die getypte brief gebogen zat, starend naar de balpenhandtekening van het hoofd van de afdeling Financiële Zaken en Comptabiliteit, die namens de minister van Maatschappelijk Werk deze brief had ondertekend, met daarnaast een onduidelijke, slordig geplaatste stempelafdruk van de naam van die minister, brak ik. Voor de eerste keer sinds mijn moeders overlijden. Het huis van mijn moeder, met alle correspondentie van familieleden, kerstkaarten, felicitatiekaarten, ansichtkaarten, brieven, dozen, administratie, extra krukken, stoelen, matrassen, bedden en kasten vol oneindig veel linnengoed, wilde maar niet leeg worden. Ik las geen krant meer. Ik had geen tijd meer voor het nieuws. Ik ploegde voort in dat volle huis waar ik van mijn derde tot mijn 19e verjaardag woonde. Eind mei knielt in Minneapolis in de Verenigde Staten een wit agent minutenlang met zijn knie op de nek van een zwarte man, waarna de zwarte man overlijdt. De overweldigende opkomst op de Dam in Amsterdam voor de Black Lives Matter demonstratie werd door een groot deel van de media niet opgepakt als een uiting van groeiende bewustwording op het vlak van structureel racisme, maar aangegrepen om de burgemeester van Amsterdam te beschuldigen van verzuim in te grijpen vanwege het overschrijden van de coronamaatregelen. Dit haalde mij uit mijn rouwslaap. Ik was teleurgesteld, boos, droevig, omdat we klaarblijkelijk geen stap verder waren dan in de jaren 60. Toen in de Verenigde Staten zwarten op diverse universiteiten niet werden toegelaten en de oorzaak van de rellen die daardoor ontstonden in sommige kranten afgewenteld werden op de zwarte jongeren die gewelddadig zouden zijn. Omdat ik in mijn eigen huis ruimte moest creëren voor de dozen die ik uit mijn moeders huis weghaalde, begon ik mijn eigen werkkamer op te ruimen terwijl de verhitte discussies rondom Black Lives Matter voortgingen. Bij het leeghalen van enkele planken in mijn werkkamer, waarbij ik lukraak manuscripten weggooide, doken mijn middelbare schoolagenda's op. Op één ervan stond de door mij met balpen getekende Black Power vuist. Op een andere was het papier dat op de voorkant geplakt was eraf gescheurd. En ik herinnerde me welke vervelende jongen dat had gedaan. Op dat papier had ook een zwarte vuist gestaan. Ik begon in de agenda's te bladeren en bekeek de kreten die ik over het huiswerk heen had gekliederd, omdat ik mijn mening alleen in mijn agenda kwijt kon. En ik kwam zinnen tegen die ik recentelijk via de sociale media had zien langskomen. Was er sinds de 60's nog zo weinig veranderd? Mijn moeders huis was leeg. Ik kon dankzij versoepelde coronamaatregelen eindelijk weer eens op bezoek komen in het appartement van mijn zoon. Op zijn raam was een papier geplakt waarop het met balpen een Black Power vuist getekend stond. Precies zoals ik als 17-jarige die in 1968, 1969 en 1970 in mijn schoolagenda en op mijn schooltas had gezet. Mijn 10-jarige kleindochter had deze getekend en hem vervolgens op het raam geplakt. Misschien is er toch wel iets veranderd als zo'n meisje van 10... dat in een witte gemeenschap opgroeit met veel witte privileges, beseft wat er bedoeld wordt met Black Lives Matter. Is dat een stap vooruit?
Net zoals het goed is dat jonge mensen, kinderen, zich inzetten voor een stikstofvrije samenleving. Zij moeten verder. En wij die de opwarming van de aarde veroorzaakt hebben, gaan dood. En zullen daar weinig van hoeven meemaken. Trapjesdenken is opkijken en neerkijken en jezelf positioneren ten opzichte van de ander. Binnen een cultuur, binnen de samenleving en als bewoner op deze aardbol in het heden ten opzichte van de toekomstige wereldbewoners en die van in het verleden, ongeacht van welke soort, de ik ten opzichte van alles wat leeft. Misschien leren we van deze COVID-19 die ieders vijand is. Ongeacht natie, ras, geloof of cultuur. Misschien kan deze pandemie, die door velen wordt vergeleken met oorlog, een moment van bewustwording zijn. Wat we van oorlogstijd, van de bezettingen, van de besiaptijd, ofwel agressie militair blanda, het Nederlands militair geweld, konden leren, is dat vrijheid die de een voor zichzelf opeist, meestal impliceert dat een ander iets van zijn vrijheid moet inleveren. Juist COVID-19 maakt dit nog eens duidelijk. Protesten van groeperingen die zich vooral focussen op de vrijheid die hen ontnomen wordt, staan lijnrecht tegenover groeperingen die de overheidsmaatregelen veel te slapjes vinden. Binnen die twee uitersten zouden we samen een weg moeten kunnen vinden. Of het nu over de dreiging van een ons nog onbekend virus gaat, over racisme, vluchtelingencrisis of over opwarming van de aarde, we zouden eindelijk bereid moeten zijn om te leren van alles wat ons is overkomen en wat ons nu overkomt. Kunnen we van de 75 jaar die achter ons liggen, of liever nog van de 100 tot 300 jaar achter ons, nu eindelijk eens leren om onze vrijheid eerlijk te delen? Hartelijk dank nogmaals aan Kirill Dumchenko en Maria Kostyukova van het Prins Klaus Conservatorium. Zij speelden On the Sunny Side of the Street, wat we wel kunnen gebruiken in deze kille tijd van het jaar, en I Got Rhythm. Nogmaals veel dank voor jullie mooie optreden. En Marion, ook jij bedankt voor je prachtige lezing, indrukwekkende lezing. Ik wil heel graag Daan Rovers zo dadelijk vragen om een reflectie te geven op datzelfde thema van die onzekere tijden. Daan Rovers is docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 2019 is hij denker des vaderlands. U kent haar misschien als hoofdredacteur van het Filosofie Magazine of vanwege haar regelmatige optredens bij het Filosofisch Quintet, het Human Programma. Ze heeft ongelooflijk veel gedaan, stond aan de wieg van de Nacht van de Filosofie, van Stand-up Philosophy. Ook zij is een vrouw van zeer, zeer veel talenten. Maar wat ik zo ongelooflijk bijzonder vind aan het werk en vooral de manier waarop Daan Rovers te werk gaat, is hoe zij de filosofie de plek geeft die het verdient, namelijk midden in het leven. Zij trekt de filosofie in ons dagelijks leven en laat zien wat een ongelooflijke verrijking dat is. Ik lees haar regelmatig in de krant waarin ze een actueel onderwerp wat extra dimensie geeft met haar bespiegelingen en tegelijkertijd die bespiegelingen ongelooflijk helder uitlegt en heel erg dichtbij ons dagelijks leven brengt. Dus geen heel ver verheven abstracte verhalen, bespiegelingen, maar echt een filosofie waar we heel erg veel behoefte aan hebben. Filosofie die ons meeneemt door het leven heen. Ik ben dus ook heel erg blij, Daan, dat jij vandaag het co-referaat wil geven bij de Van der Leeuw lezing. En ik ben ongelooflijk benieuwd hoe je niet alleen de lezing van Marion hebt ervaren, maar vooral inderdaad wat jouw ideeën zijn over die onzekere tijden in het verleden, in het heden en
wellicht ook in de toekomst. Ik geef je graag het woord. Dankjewel, voorgaande spreker en muzici. Ik ben niet zo dol op die vergelijking tussen corona en de oorlog. Tijdens de eerste, de intelligente lockdown, werd er zo rond 4 en 5 mei veelvuldig die parallel getrokken tussen de onvrijheid van nu en de bezetting in de jaren 40-45. En nu we een aantal maanden later in een nieuwe gedeeltelijke lockdown zitten, duikt die vergelijking en niet altijd in de meest chique bewoordingen weer op. Tijdens een demonstratie tegen de nieuwe coronawet liepen er kinderen rond met jodensterren op. De voorman van Viruswaarheid, Willem Engel, vergeleek met droge ogen de maatregelen tegen corona met de jodenvervolging. En de ministers uit de ploeg Rutte 3 worden uitgemaakt voor landverraders. Alle reden dus om bij deze groteske vergelijking uit de buurt te blijven. En toch verdient de parallel tussen oorlog en pandemie, zoals ook Marion Bloem die maakte, om een heel andere reden de aandacht. Al is het maar omdat hij ook voorkomt in het werk van een van de grootste chroniqueurs van de epidemie, Albert Camus, in zijn fameuze De Pest. Hij schrijft: er zijn in de wereld evenveel pestepidemieën geweest als oorlogen. En toch zijn de mensen op beide even weinig voorbereid. Volgens Camus kenmerken de beide grote ontwrichtende gebeurtenissen, de oorlog en de epidemie, zich door het feit dat mensen zich eenvoudigweg niet voor kunnen stellen dat ze daadwerkelijk zullen uitbreken. En als de rampspoed dan toch uitbreekt, kunnen we ons niet voorstellen dat het lang zal duren. Zoiets onwerkelijks en stomzinnigs, dat zal wel snel voorbij gaan. En dat brengt een groot deel van de stadgenoten in De Pest tot het doen alsof er niks aan de hand is. Ik citeer: onze stadgenoten waren niet schuldiger dan anderen. Ze vergaten bescheiden te zijn, meer niet. En ze gingen ervan uit dat plagen onmogelijk waren en dat alle wegen dus nog voor hen open stonden. Ze bleven gewoon zaken doen, organiseerden reizen en hielden er meningen op na. Waarom zouden ze ook denken aan de pest die een eind maakte aan de toekomst en aan reizen en aan discussies? Ze meenden vrij te zijn. Maar niemand zal ooit vrij zijn zolang er plagen bestaan. Einde citaat. De pest speelt in de jaren 40 in een stad in Algerije. Camus schrijft het tijdens de oorlog die hij grotendeels gescheiden van zijn familie doorbrengt. Camus gebruikt het beeld van een door de pest geteisterde stad als beeld voor een volk in bezetting. Belangrijke passages zijn het moment dat de stadspoorten sluiten en iedereen die binnen de poorten is, ook de toevallige passanten, daar noodgedwongen maandenlang zullen verblijven. En ook het weer openen ervan aan het einde. Deze hermetische scheiding tussen binnen en buiten de poorten is een existentiële sleutel in het verhaal. Door het leven van de stadsbewoners van een buitenwereld te ontdoen, belicht Camus de zinloosheid en de betekenisloosheid die mensen kunnen ervaren als ze volledig overgeleverd zijn aan zichzelf en hun nabije omgeving. Er is geen buiten en geen elders. Geen toen en geen straks. Er is alleen dat ene lange, uitgerekte moment. De isolatie. Wat heeft ons bestaan dan te betekenen? Ontdaan van verleden en toekomst. Ontdaan van een buitenwereld. En dus van elke vlucht uit het hier en nu. Kunnen wij betekenisvol leven in die kosmos? In die microcosmos? Hoe houden we het met elkaar uit? Dat is het onderzoek van Camus. We gaan weer terug naar onze eigen tijd. Hoe doen wij het nu in onze quarantaine? Nu ons venster op de wereld in toenemende mate door social media wordt bepaald en we door de lockdown meer tijd dan ooit hebben om daar doorheen te turen, valt op dat de aanvankelijke saamhorigheid uit de begindagen is omgeslagen in argwaan, ongeduld en polarisatie.
En de effecten daarvan zijn rechtstreeks zichtbaar. Mediawetenschapper Mark Teuters van de Universiteit van Amsterdam liet zien dat er direct na het aantrekken van de maatregelen een aanzwellende storm van berichten gerelateerd aan complottheorieën opduikt. Een bekend patroon dat we ook kennen van de Spaanse griep aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Al waren er toen nog geen superspreaders zoals YouTube en Instagram. De voedingsbodem is duidelijk. Wanneer er veel onzekerheid is in de samenleving en we tegelijkertijd in sterke mate afhankelijk worden van autoriteiten, politici en wetenschappers, die voor ons duiden en bepalen hoe we ervoor staan en wat onze bewegingsruimte is, dan groeit ook de weerzin en het verzet daartegen, tegen die autoriteiten. Het is de humus van de alternatieve waarheidsclaim. COVID is een hoax. Die alternatieve theorie is over het algemeen eenvoudiger en omvattender dan de modderige realiteit. Doortrokken van argwaan tegen elites en, zeer kenmerkend ook, een groot verhaal dat op het oog zeer verschillende gebeurtenissen met elkaar verbindt en in één klap verklaart. Mijn journalistieke instinct zegt bij dat soort verhalen altijd: als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal ook niet waar. De sterke aantrekkingskracht van zeer onwaarschijnlijke theorieën is misschien niet verwonderlijk als een open en dynamische samenleving min of meer overnight verandert in een cultuur van afstand en isolatie. Maar tot voor kort netwerken, contacten en bijeenkomsten de kern van een bloeiend en succesvol bestaan waren, zijn dezezelfde elementen nu gevaarlijke besmettingshaarden geworden. We zijn gedwongen ons terug te trekken en zitten grotendeels thuis. Het eindeloze thuiswerken en de beperkingen van ons sociaal en fysiek contact breken ons op. We zijn allemaal een soort monniken geworden, maar op geen enkele manier hier nog op gebouwd of op voorbereid. Zelf ben ik vandaag voor het eerst weer eens buiten, na 2 weken met mijn 3 gezinsleden op een Amsterdamse bovenwoning te hebben gebivakkeerd. Een huis vol boeken en muziek. En toch kon ik er moeilijk rust vinden. Van verschillende kanten kreeg ik waardevolle aanbevelingen. Do not count the days, make the days count. Maar dat mocht me amper baten. Net als ik me weer eens wilde verdiepen in een boek, dwaalde mijn gedachten af naar, ja, naar wat eigenlijk? Naar de laatste update van het RIVM, naar het boodschappenlijstje voor de buren, naar de Amerikaanse verkiezingen. De 17e-eeuwse Franse filosoof Blaise Pascal heeft gelijk. Mensen hebben grote moeite om gewoon rustig in hun kamer te blijven zitten. En zelfs als ze daartoe veroordeeld zijn, dan nog is de belangrijkste gedachte: hoe kan ik hier weg? We delen dat onvermogen met vele, vele generaties die aan ons vooraf gingen. De middeleeuwse monniken die om gehoor te geven aan hun religieuze roeping zelf kozen voor hun eenzame opsluiting in een karige cel, hebben dit verschijnsel ook bij zichzelf waargenomen en bestudeerd. Ook zij hadden moeite om niet ten onder te gaan aan lusteloosheid. Midden op de dag, als de zon op het hoogst aan de hemel stond, werd men overvallen door acedia of acedia. Een vreemde combinatie van lusteloosheid, ongerichte angst, desinteresse, verveling en het onvermogen om je te concentreren. Horror loci. Zelfs in die eenzame isolatie van hun cel, zonder enige afleiding, kon de monnik zich niet concentreren op zijn religieuze opdracht. Zijn geest dwaalde af. Naar elders, naar buiten, naar de wereld die op dat moment niet bereikbaar voor hem was. In de acedia, de lusteloosheid, verafschuwen we wat er is, de grenzen eraan, de plaats, het hele bestaan dat ons gevangen houdt. Middeleeuwse monniken, waaronder Evagrius van Pontus, Johannes Cassianus en Thomas van Aquino, waren meesters in het beschrijven van de psychologische kwellingen van hun eenzame opsluitingen. Het onvermogen om je te concentreren op je boek, bij elke zin naar buiten te kijken, het voortdurend afdwalen van je geest,
evagatio mentis, zinloze lijstjes maken in je hoofd. Het heeft prachtige teksten opgeleverd over hoe deze monniken zichzelf trachten te bevrijden, te trainen en te verbeteren. Ascendia is een demon, een kracht die je overvalt, aldus deze auteurs, en dan nog wel een hele brutale demon, die overdag zijn werk doet in het helle zonlicht, als op het eerste oog niets je zou hoeven te weerhouden om je toe te leggen op je taken. Het woord is afgeleid van het Griekse akedos, wat apathie of onverschilligheid betekent. Ascedia is niet zomaar lusteloosheid, het gaat om een onthechting die lusteloos maakt. Elke afleiding, hoe onbenullig, hoe gering ook, is meer dan welkom. Elke prikkel van buiten die je een zekere focus biedt, geeft verlichting. Zelfs een conflict is een uitkomst. Of zoals onze 11-jarige zoon een paar dagen geleden zei, na een kleine woedeuitbarsting op dag 4 van de quarantaine. Het is niet dat ruzie leuk is, maar je doet tenminste iets. Vooral dat onvermogen om je te concentreren, terwijl je wel de tijd hebt om je te wijden aan datgene wat je je hebt voorgenomen, is kenmerkend. We, of laat ik voor mezelf spreken, ik laat me snel en voortdurend afleiden door wat er voorbij komt, ook online. Nieuwsberichten, nieuwe cijfers, duidingen. Het is een continue stroom aan afleiding die een korte focus geeft op het laatste bericht of de laatste grafiek, maar die sterk afleidt van datgene wat je eigenlijk, waarop je je eigenlijk zou willen concentreren. Het is de demon van een ieder die aan zichzelf en aan zichzelf gestelde taken is overgeleverd. We willen eruit. Ik denk dat de Ascedia een grondtrek van onze huidige onrust beschrijft. We lopen zinloze rondjes in hetzelfde verblijf en wachten tot de hekken weer opengaan en we weer kunnen gaan en staan waar we willen. De vrijheid tegemoet. Maar in plaats van rust te vinden, dwaalt onze geest af van de ene associatie naar de andere. En vallen we ten prooi aan verbositas, breedsprakigheid en curiositas. Oppervlakkige nieuwsgierigheid. In dat licht bezien is de toegenomen belangstelling voor en de aantrekkingskracht van complottheorieën niet het primaire probleem, maar een uitvloeisel van een dieper liggende grondhouding. De hevige meningenstrijd, de polarisatie, het zijn allemaal een soort van antwoorden op een dieper liggend probleem. Een antwoord op de eerder door velen ervaren ongerichte, angstige onrust. Dit kan zich uiten op verschillende manieren. Ten eerste, een van de manieren om de demon van het middaguur te bestrijden is vluchten. Willen vluchten, weg willen uit je cel, uitbreken uit je isolement. De monnik die zijn toewijding verliest en naar buiten vlucht. In de pest wordt dit gesymboliseerd door de journalist die per ongeluk in de stad is als de poorten sluiten en wekenlang bezig is om het voor elkaar te krijgen dat hij toch als enige de stad mag verlaten. In onze coronatijd, denk ik, is de luidruchtige manier van aandacht zoeken via de hashtag ik doe niet meer mee of andere vormen van manifeste weerstand tegen of ontkenning van de viruspandemie. Het is de weg van nee zeggen tegen een realiteit die je weliswaar wegleidt van het ongewenste heden, maar geen enkele richting geeft naar een meer wenselijke bestemming. Het is de realiteit afwijzen zonder een nieuw perspectief toe te laten. Het is niet hier zijn, nee zeggen, punt. De trotsfase, noemen de Duitsers dat. En ik heb nooit een woord gehoord dat die houding beter beschrijft. De tweede, nog veel glibberiger weg, is de ongerichte angst die gepaard gaat met Ascedia omzetten in een gerichte angst. Of preciezer, van de angst een vrees maken. Dat het leven in een wereldwijde pandemie, of misschien ook die andere ramp die aan de horizon opdoemt, die van het klimaat, dat die angst en onzekerheid met zich meebrengen, lijkt me eerlijk gezegd eerder een gezonde dan een ongezonde reflex. Om die angst hanteerbaar te maken, kan het vruchtbaar lijken om een abstracte en vage angst voor economisch verval of een onzichtbaar virus om te zetten in een meer concrete angst.
en een zichtbare vijand. Mark Rutte, Bill Gates of een chip. Dat geeft richting en houvast. Deze twee contraproductieve manieren om de onrust te bezweren bewerkstelligen, naar mijn idee, eerder een pervertering van de lusteloosheid dan dat ze daar haar een weerwoord bieden. Hoe kunnen we deze richtingloze rusteloosheid bestrijden? Hoe kunnen we ons mentaal beter wapenen, misschien met iets meer en iets beter inzicht in onze situatie? Het eerste inzicht is, denk ik, dat dit geen nieuw probleem is, maar een verergering, een uitwas van een grondstemming die ons al langer vergezelt en altijd op de loer ligt, de acedia dus. Het is van belang te onderkennen dat deze lusteloosheid en de angst die ermee gepaard gaat niet toe te wijzen is aan een bepaalde situatie of aan een persoon. Het is niet de schuld van iemand en het heeft dus ook geen zin om al je opgebouwde agressie op een kabinet of een maatregel of een vlogger te richten. We liggen in eerste instantie met onszelf overhoop, niet met een ander. Een tweede gedachte die hierbij kan helpen is wat de Rotterdamse filosoof A.W. Prins in zijn prachtige studie over verveling, jaren geleden toen we nog nooit van corona hadden gehoord, schreef. Verveling, zegt hij, is de onderdrukte grondstemming van deze tijd. Volgens Prins is er in deze tijd, en dat is de tijd voor corona, veel te beleven, maar we hechten aan weinig. We lijden aan een overvolle leegte. En in plaats van op zoek te gaan wat die verveling betekent, wat die ons te zeggen heeft, ontwijken we deze liever. De quarantaine confronteert ons met iets dat er al was en wat bij ons hoort, die trage verveling. En mogelijk is dat dan ook ten derde een lichte opluchting. Velen ervaren deze taaie stemming nu en ook het onvermogen om er iets mee te doen. Eerder dan die breedsprakigheid en die oppervlakkige nieuwsgierigheid en die meningenstrijd die het gevolg zijn van deze grondstemming als kernprobleem te bestempelen, moeten we ze beschouwen als een uitvloeisel van een veel fundamenteler tekort. Het onvermogen om het op klaarlichte dag met onszelf uit te houden. Dat brengt mij terug bij Camus, die niet alleen in de Pest, maar ook in de mythe van Sisyphus voortdurend deze kale en onbarmhartige werkelijkheid thematiseert. De mens is alleen in een verder onverschillig universum, net als in de afgesloten stad Oran. Die afgesloten stad is een soort laboratoriumopstelling van de samenleving. De quarantaine is een incubator van het mens zijn, proefopstelling waarin we onszelf kunnen leren kennen. Wat we van de Pest kunnen leren, denk ik, is dat elke overwinning een tijdelijke is en nooit een definitieve. Wij denken een gevecht te voeren tegen een virus, maar we strijden vooral in en met onszelf tegen een diepe verveling en onthechtheid. Dat is wat ons mens maakt, zou Camus zeggen. Dat is de strijd die we alle gedurende ons leven te leveren hebben. En dat zou ons ook mild moeten stemmen. Een beetje jegens onszelf en vooral ook jegens anderen. Tot slot. Ik sluit af met de meest hoopvolle boodschap uit de Pest die doorklinkt in de woorden van dokter Rieu, die aan het einde van het boek, als de Pest is overwonnen, besluit om dat wat hij heeft meegemaakt op te schrijven, als herinnering aan de afgelopen maanden. Zodat hij, zo schrijft Camus, heel eenvoudig kon doorgeven wat je van plagen kunt leren. Namelijk dat er in de mens uiteindelijk meer te bewonderen dan te verachten valt. Ik wil beide sprekers op 1,5 meter afstand graag naar voren roepen om ze de bos te geven.
alsjeblieft. Ik weet niet of het ons gaat lukken om ook op deze afstand nog voor de fotograaf te... Met een beetje voor en achter kan het wel, toch? Ja, prima. Ja, mag ik ook niet in midden? Ja, zeker, graag. In het midden. Dankjewel. Ik wil jullie beiden, Marion Bloem en Daan Rovers, heel erg hartelijk danken voor jullie prachtige, ontroerende en indrukwekkende lezingen en reflecties. Ik hoop van harte dat ik jullie beiden volgend jaar in een bomvolle kerk hier opnieuw mag ontvangen. Ik hoop natuurlijk ook dat alle mensen die in het virtuele universum van de Leeuwlezing via de livestream hebben meegekeken, dat ik jullie ook allemaal volgend jaar weer hier in de kerkbanken mag zien. Dit was de 38e Van der Leeuwlezing in een totaal andere vorm dan iedereen van ons gewend is. In een uiterst lege kerk, maar wel gevuld met heel erg veel mooie verhalen, opbeurende gedachten, confronterende gedachten. Maar met heel weinig acedia. En gelukkig is er inderdaad meer te bewonderen vandaag dan dat er te verachten is. Marion Bloem, nogmaals heel veel dank voor je indrukwekkende lezing. Ik denk dat iedereen er zowel hier als thuis van genoten heeft. Ik kan me ook voorstellen dat mensen het misschien allemaal nog even willen teruglezen of willen terugkijken, want er is ongelooflijk veel gezegd en er is heel veel aangereikt om nog verder over na te denken. Zoals ik al in het begin zei, de lezing van Marion Bloem zal dit weekend op de website van de Volkskrant terug te lezen zijn. En de lezing van Daan Rovers zal over enige tijd volgen in de Volkskrant. En beide lezingen zijn ook terug te kijken op de website van de Van der Leeuwlezing. Dus dan kunt u allemaal nog een keer rustig terugluisteren wat er allemaal verteld is deze dagen. Ik wil graag iedereen bedanken die deze lezing mogelijk heeft gemaakt. En we hopen nogmaals iedereen volgend jaar in een volle kerk weer terug te zijn in hopelijk een stuk minder onzekere tijden. Dank u wel.